verbindingstukje. Dat heet een SSU en die zitten daar helemaal in die. En je ziet een soort van lades daar aan de verre kant van het station. Eentje van die is kapot gegaan en die gaan Tim en Tim vandaag proberen te repareren. Het zogenaamde Freedom Station. De Russen die waren al aan het bouwen aan MIG 2. Europa had een plan. Er waren allemaal verschillende ruimtestations. En toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar en toen was er opeens geen geld meer voor defensie. En toen hebben eigenlijk al die landen besloten in plaats van 5 verschillende kleine ruimtestations, wat als we nou één groot ding bouwen waar we allemaal een stukje van hebben en we delen de kosten. Er staat op 2 hoofdelen. Je hebt, om het zo te zeggen, aan deze kant met iets meer, ja, allemaal pukkels en radiatoren en panelen aan de zijkanten. Dat is het Russische deel. En aan deze kant die mooie zilveren modules die allemaal mooi plat rotten. Dat is natuurlijk het Amerikaanse deel. Vastgedraaid op een platform. Die moest hij eraf draaien, zo'n koppeling. En die moest hij in een tas, in een gereedschapstas, die moet hij terug naar binnen. Hier is de ATV. Ik heb u net een beetje verteld over wat het is om naar het station te gaan in zo'n Soyuz-raket. Maar dat is alleen voor bemanning. Brandstof meegenomen. ATV heeft veel te veel brandstof mee om het zo maar te rennen voor zichzelf. Hij heeft niet zoveel nodig. En hij heeft een 4 ton extra. Dat is wat we noemen low fidelity mock-up. Dit is niet op hoge kwaliteit, maar dat komt omdat het enige wat hier optreden is dat kleine doosje wat in principe de ATV stuurt. Ja, dus het is gewoon een andere specificatie dan wat je echt omhoog zou sturen. Ja, want dit is niet van ons. Dit is, wij trainen hier ook niet. Ja, zoals ik denk, het is vrij onpraktisch, maar ze zweeft. Ze zweeft. Ja, dat was dus een hoera. Ja. En met dit ding heb je gewoon een hele bak bevoorradingen, denk ik. Ik kom niet lekker. Ja, een hele speciaal. Het middelste deel is de cockpit. En dan het bovenste deel zit het zware luiken dat we de astronauten naar het toilet kunnen gaan en wat eten. De commandant van de Soyuz die in het midden zit is altijd een Rus. De 2 mensen aan de zijkanten, dat kunnen ook andere mensen zijn. Die raketten ziet vuren, maar meer gewoon dat je een grote vuurbal ziet en een gigantische klap. En vervolgens word je een klein beetje omhoog geduwd en dan val je nog een keer. Dus je hebt het idee dat je landt en dan ga je omhoog en dan val je weer. En dat is best wel een aardige klap met ongeveer 10 meter per seconde ja, helemaal vastgeschort in zo'n module. De Amerikanen landen op een landingsbaan en je salueert de vlag en je gaat gewoon een hamburger eten. Met de Russen is dat iets anders. Er wordt een groot leger van grote militaire helikopters die landen om die hele Soyuz heen. Die zetten een soort van kampje op. Jij wordt aan boord van een van die helikopters teruggebracht naar de hoofdstad van Petrograd, naar Astana. Daar moet je altijd een ui eten met de president. Het is een heel gek rituele trouwens, met